Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag, met uitzending 284, gaan we verder met het Bijbelboek Deuteronomium. Hierin passeerden nog allerlei onderwerpen die het maatschappelijk leven in Israël regelden. Het houden van deze wetten zou een samenleving creëren waarin het goed leven was voor mensen, maar waarin het ook goed was voor de dieren en het milieu. Centraal in deze samenleving stond de dienst aan de Heere God. Hoofdstuk 22 begint met dieren of voorwerpen die iemand kwijtgeraakt is. Als een Israëliet zo'n dier of voorwerp tegenkwam, moest hij zich niet aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken. Hij moest er goed voor zorgen, totdat de eigenaar op kwam dagen. Geen enkel gebod van de Heer heeft als doel om ten koste van anderen rijk te worden. God liefhebben uit zich, onder andere, in zorg voor de mensen om je heen. Het is van belang om het welzijn van de naasten te bevorderen. Maar de Heer wijst de Heer er via de wet ook op dat ze zorg moeten dragen voor de natuur. Dat is ook nodig voor het voortbestaan van de soorten. Verder kwamen hele praktische zaken naar voren, zoals de veiligheid op het dak van het huis. De vele verschillende bepalingen in hoofdstuk 23 zijn moeilijk onder één noemer te vatten. Toch hebben ze allemaal te maken met het feit dat Israël als volk van God een heilig volk is. Die heiligheid staat voorwaarden. Zo kon bijvoorbeeld een ontmande man, al was het wegens lichamelijke vermenging of vanwege heidense afkomst, niet zomaar meedoen aan de samenkomsten. Die heiligheid houdt ook reinheid en hygiëne in. Ook een oorlogssituatie is geen excuus om je daar niet aan te houden. God leert zijn volk ook fijn gevoeligheid, eerbaarheid, achting voor anderen, tederheid en gevoelens die hardheid uit de harten verdrijft. Deutronomium 23, vers 1. Iemand die door kneuzing aan het geslachtsdeel gewond is of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de gemeente van de Heer komen. Hier wordt de toegang geregeld tot de officiële vergadering. Daarbij gaat het niet alleen om godsdienstige bijeenkomsten. Soortgelijke vergaderingen kwamen vaker voor in de oudheid, zoals in Griekenland en in Mesopotamië. Daar lijkt de toegang tot zulke vergaderingen gelijk te staan met een volledig burgerschap, met het bijbehorende recht deel te nemen aan de erediensten en het recht te trouwen. Een van de taken van zo'n vergadering was het verdelen van het land. Ook in Israël was het zo. Als een man werd toegelaten tot zo'n vergadering, stond dat gelijk met een volledig burgerschap. Bij dat volledige burgerschap hoorde het recht deel te nemen aan de erediensten en het recht te trouwen. Deuteronomium 23 vers 1 zegt dat deze voorrechten niet toekomen aan mannen zonder geslachtsdelen. In Jezaja 56 mogen de vreemdeling en de ontmande wel delen in de dienst van God. Dit wordt soms beschouwd als strijdig met Deuteronomium 23. Maar wanneer in de wetgeving vooral de toegang tot de rechtsvergadering en het huwelijk bedoeld wordt, is er geen sprake van tegenstrijdigheid. Allerlei mensen mogen wel in Israël leven en delen in Gods zegeningen, maar dat is nog niet hetzelfde als recht hebben op een huwelijk. Het is te begrijpen dat een ontmande geen vrouw mag trouwen, om haar niet bij voorbaat uit te sluiten van nageslacht. Een ontmande is door mensen ongeschikt voor het huwelijk gemaakt. Daarover sprak de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. In Matthäus 19, vers 12 staat: Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn. En er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn. En er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. Deuteronomium 23, vers 2: Een bastaard mag niet in de gemeente van de here komen. Zelfs zijn nakomelingen van de tiende generatie mogen niet in de gemeente van de heren komen. De tweede categorie, die geen toegang heeft, vinden we in dit vers. De betekenis van het woord bastaard is niet helemaal duidelijk. Er zijn vier mogelijkheden. Ten eerste een nakomeling uit een onwettige relatie, zoals de term bij ons gebruikt wordt. Ten tweede een nakomeling uit incest of overspel. Zie ook het volgende vers over de zonen van Lot. Ten derde een nakomeling van een Israëliet en een Canaaniet. Of ten vierde een nakomeling van rituele prostitutie. Bij basta's die kinderen kunnen krijgen. Geldt dat zelfs de tiende generatie niet mag toetreden tot de verhadering. Maar hier zit zeker ook een symbool in voor vandaag. In geestelijk opzicht kan er ook sprake zijn van onwettige kinderen van God. Het zijn mensen die zeggen een kind van God te zijn, maar het niet zijn. Wat kunnen dat voor mensen zijn? Iemand die godsdienstig is, maar niet opnieuw geboren. Zo'n persoon is helemaal geen kind van God. De Heere Jezus maakt dat duidelijk in zijn gesprek met Nicodemus. Nicodemus was fariseer en godsdienstig, een geestelijke leider van het volk Israël, een man die al zijn Joodse verplichtingen nakwam. Toch zegt de Heer Jezus tegen hem dat hij opnieuw geboren moet worden. In Johannes 3, vers 3 staat: Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Een mens moet door de geest van God nieuw leven krijgen. Het is een goede vraag om aan onszelf te stellen. Zijn wij opnieuw geboren? Kennen wij de Heer Jezus Christus als onze persoonlijke heiland en verlosser? Hebben wij door de Heilige Geest nieuw leven van God ontvangen? In Johannes 1, versen 12 en 13 lezen we Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Hoe vroom of godsdienstig een mens ook is, het kan de wedergeboorte niet vervangen. Aan de andere kant, wie je ook bent, waar je ook vandaan bent gekomen, of hoe diep je ooit gezonken bent, als je opnieuw geboren bent, dan ben je een kind van God. Dat kan niemand jou afpakken: de duivel niet, de wereld niet, en ook de oude mens niet. Deuteronomium 23, versen 3 tot en met 6: Een Ammoniet of Moabiet mag niet in de gemeente van de Heren komen. Zelfs hun nakomelingen van de tiende generatie mogen tot een eeuwigheid niet in de gemeente van de Heren komen. Vanwege het feit dat zij u onderweg niet met brood en water tegemoet gekomen zijn, toen u uit Egypte wegtrok. En omdat hij Biliam, de zoon van Beor, uit Peter in Mesopotamie, tegen u ingehuurd heeft om u te vervloeken. De Heere, uw God echter wilde niet naar Biljam luisteren, maar de Heere, uw God heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de Heere, uw God u lief had. U mag de vrede en het goede voor hen niet zoeken. Al uw dagen tot in eeuwigheid. De ammonieten en de Moabieten vormen de derde categorie uitgeslotenen, die eveneens tot in het tiende geslacht geen toegang kregen. Het zijn zonen van Lot en zijn dochters. Terwijl in Deuteronomium 2 dezelfde volken net als Edom vriendelijk behandeld worden, is er nu wel onderscheid met Edom. Als motivatie van de uitsluiting staat er dat beide volken hebben nagelaten Israël eten en drinken te verschaffen. Ook huurden zij Biliam, de zoon van Beor, om een vervloeking uit te spreken. Maar de Heer heeft ingegrepen en de vloek in een zegen veranderd, omdat Gij Israël lief heeft. Vanwege de genoemde daden mag Israël nooit tevreden. En het goede voor de Ammonieten en Moabieten zoeken. Dat wil zeggen, er mogen geen normale betrekkingen aangeknoopt worden en ook geen verdragen worden gesloten. Ook vandaag moeten christenen geen verbindenissen aangaan met de wereld. Ammonieten en Moabieten staan voor de meest goddeloze en gruwelijke praktijken. Overal in het Oude Testament wordt Israël voor hen gewaarschuwd. Zij verpersoonlijken de vader van de leugen, de duivel. Maar ook in deze volken bevinden zich personen die, ondanks het verbod, ingevoerd zullen worden in Gods volk. Ruud is daarvan een voorbeeld. Zij is een voorbeeld van de genade van God, die haar staat verandert, zonder de heiligheid tekort te doen. Ook onze staat wordt enkel door genade veranderd, van vijand tot kind van God. Deuteronomium 23, versen 7 en 8: U mag van de Edomiet geen afschuw hebben, want hij is uw broeder. U mag van de Egyptenaar geen afschuw hebben, want u bent een vreemdeling geweest in zijn land. Wat de kinderen betreft die bij hen geboren worden, de derde generatie mag in de gemeente van de Here komen. Voor Edomieten geldt een andere regeling: op hen mag niet worden neergekeken, want zij zijn Israëls broeders. Edom is de naam voor de nakomelingen van Ezo, de broer van Jacob. In Deuteronomium 2, vers 4 is sprake van uw broeders, de kinderen van Ezo. Er is hier geen verwijzing naar de rivaliteit tussen beide broeders en het negatieve gedrag in nummer 20 wordt niet aangerekend. Dezelfde positieve benadering geldt ook voor een Egyptenaar, want de Israëlieten hebben als vreemdeling onderdak gekregen in het land Egypte. Hier wordt de huisvesting en het voedsel van de begintijd bedoeld en niet de harde onderdrukking door de latere farao's. De Canaanitische volken worden hier niet genoemd, omdat die uitgeroeid moeten worden. Alleen de volken worden vermeld waar Israël direct mee te maken had in de tijd van Mozes. Later in de tijd onderwierp koning David de Ammonieten, Moabieten en Edomieten en nog andere volken. De kinderen van Edom en Egypte mogen pas in de derde generatie van hun verblijven Israël in de vergadering komen. Zij mogen als ingeburgerde Israëlieten delen in alle rechten, en daarom in de officiële vergadering komen. Hier is geen sprake van afswering van vreemde goden en het onderhouden van de dienst van God, zoals besnijdenis, sabbat en feesten. Maar dat wordt vanzelfsprekend aangenomen, want anders kan men nooit delen in de volle rechten. In de tijd van Nehemia is deze inburgering verwaarloosd, en spreken de mensen van gemengde afkomst, zelfs de taal van Israël niet meer. In die situatie wordt dit gedeelte van de wet rigoureus toegepast. De relatie met het zevende gebod is hier duidelijk. In het Oude Testament is op allerlei plaatsen sprake van heidenen die tot Israël komen, maar de muur van afscheiding tussen de volken wordt pas in de tijd van het Nieuwe Testament afgebroken. De Joodse christenen bespreken in Handelingen 15 de vraag hoe zij om moeten gaan met gelovigen uit de heiden en treffen daarvoor een regeling. In de loop van de eeuwen heeft de christelijke kerk steeds het probleem gekend van de houding tegenover andersdenkenden en van de normering van toelating en uitsluiting. Een gelovige moet de Heer met een volkomen toegewijd hart dienen. In het Nieuw Testament lezen we in 1 Johannes 2, vers 15: Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Misschien is de welvaart van de wereld voor ons een moeilijk punt. Ook een gelovige mag genieten van de zegen die de Heer geeft, een mooi huis en allerlei andere prachtige dingen. Toch kan een mens er te veel van gaan houden, en dan kunnen we niet meer zonder. Dan gaan we zo op in het verwerven ervan dat er geen tijd meer is voor de Heer en zijn dienst. We hebben geen tijd meer om te bidden en de Bijbel te lezen. Laat staan dat we een Bijbelstudie of een kerk bezoeken. Maar een gelovige is en blijft een pelgrim op deze aarde, een vreemdeling en een bijwoner. Wij hebben op aarde geen blijvende stad en domicilie. We zijn niet in de eerste plaats geroepen om de wereld te verbeteren, maar om het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen. Wij moeten het woord van God verspreiden. Dat is het werk van een gelovige. Dan ben je bezig met het verbeteren van de wereld. Dan help je mensen echt uit de ellende en verbeter je hun levensomstandigheden en leven. Moeten we mensen dan niet helpen met voedsel, kleding en andere goederen? Ja, natuurlijk. Hulp aan de naaste maakt het God liefhebben boven alles, ook praktisch en zichtbaar. Maar daarom moet die naaste wel het evangelie van Christus horen. Deuteronomium 23, versen 9 tot en met 11. Wanneer het leger uittrekt tegen uw vijanden, moet u op uw hoede zijn voor elke kwalijke zaak. Wanneer er onder u iemand is die niet rein is door iets wat s'nachts per ongeluk is gebeurd, dan moet hij buiten het kamp gaan. Hij mag niet binnen het kamp komen. En tegen het vallen van de avond moet het zo zijn dat gij zich met water wast, en als de zon ondergegaan is, mag gij weer binnen het kamp komen. Israël staat op het punt het beloofde land binnen te gaan, en men zal heel wat keren als leger tegen de vijand uittrekken. In die situatie moet erop worden toegezien dat er geen onreinheden in het kamp voorkomen. De oorlog is geen seculiere aangelegenheid, maar een geestelijke zaak, waarbij de Heer betrokken is. De algemene regel wordt verduidelijkt door twee voorbeelden die te maken hebben met seksuele onreinheden en daarom met het zevende gebod. De eerste situatie gaat over een man die onrein is als gevolg van wat hem s'nachts is overkomen. Vermoedelijk moeten we dan allereerst denken aan een zaadlozing. Maar het is denkbaar dat de ruimere formulering ook betrekking heeft op een ongewilde urinelozing of ontlasting. Deuteronomium 23, versen 12 tot en met 14. U moet ook een plaats hebben buiten het kamp. Daar moet u naartoe gaan, buiten het kamp. U moet bij uw uitrusting ook een schepje hebben. En het moet zo zijn dat u daarmee een gat graaft wanneer u buiten het kamp gaat zitten. Daarna moet u zich omkeren en uw uitwerpselen bedekken. Want de Heere uw God wandelt binnen uw kamp om u te redden en uw vijanden aan u over te geven. Daarom moet uw kamp heilig zijn, zodat gij niet schandelijks bij u ziet en zich van u afkeert. Het tweede voorbeeld heeft te maken met het begraven van uitwerpselen. Het woord dat vertaald is met schepje is onzeker en betekent zoiets als uitrusting. Hierbij moeten we niet per se aan een apart schopje denken, zoals in Koemram is gevonden, maar het kan ook een tentpin geweest zijn, die altijd in een legerkamp aanwezig is. De voorschriften hebben zeker een hygiënische waarde, zoals in de loop van de eeuwen keer op keer is gebleken. Onder andere tijdens epidemieën in West-Europa. Maar hoewel wij direct denken aan hygiëne, is de motivatie hier ook godsdienstig. De legerplaats moet heilig zijn. Persoonlijke hygiëne en reinheid van het leefmilieu zijn niet enkel seculiere, maar ook godsdienstige aangelegenheden. We horen vandaag zoveel over vervuiling van land en lucht. Wie is daarvoor verantwoordelijk? De Heere God zeker niet. Wij mensen zijn ervoor verantwoordelijk. Laten we acht geven op en leven naar de instructies van de Heer. Ook vandaag wil de Heer dat wij ons lichaam en onze omgeving schoonhouden, als ook onze handel, wandel en gedachten. Deuteronomium 23 versen 15 en 16. U mag een slaaf die bij zijn meester wegloopt en bij uw redding zoekt niet aan zijn meester uitleveren. Hij mag bij u blijven, in uw midden, in de plaats die Hij uitkiest, binnen een van uw poorten, waar Hij het goed heeft. U mag hem niet uitbuiten. De behandeling van een weggevluchte slaaf past bij de bespreking van het achtste gebod, over omgaan met het eigendom van anderen. Maar er is ook verband met het voorafgaande, waar sprake is van opname in de samenleving van buitenlanders. Het lijkt erop dat hier sprake is van een overgangsgedeelte van de behandeling van het zevende naar het achtste gebod. Deuteronomium 23, versen 17 en 18. Er mag onder de dochters van Israël geen hoer zijn. En er mag geen schandknap zijn onder de zonen van Israël. U mag geen hoerenloon of hondenhaalt in het huis van de Heere uw God brengen ter inlossing van welke gelofte dan ook. Want die zijn beide een gruwel voor de Heere uw God. De vertaling van deze verzen is niet zo eenvoudig. Maar het komt hierop neer: Het is verboden dat een vrouw of man in Israël zich overgeeft aan ontucht. En de opbrengst van ontucht mag dus zeker niet naar de tabernakel gebracht worden ter vervulling van een gelofte. Want die beide zijn voor de Heer een gruwel. Bij deze verzen zou iemand kunnen denken: wat moet ik ermee? Wel, we kunnen ons de vraag stellen aan de hand van deze Bijbeltekst: Kan een kerk of een christelijke organisatie geld of een schenking ontvangen met een ontwettige of immorele oorsprong? Of. Kunnen wij illegaal verkregen geld als gift overmaken aan zo'n organisatie of kerk? Deuteronomium 23, versen 19 en 20 U mag van uw broeder geen rente vragen. Rente over geld, rente over voedsel of rente over enig ding waarover men rente betaalt. Van de buitenlander mag u rente vragen, maar van uw broeder mag u geen rente vragen, omdat de Heere uw God u zegent in alles wat u ter hand neemt in het land waar u naartoe gaat, om het in bezit te nemen. Deze maatregel is bedoeld om de economisch zwakken en kwetsbaren te beschermen, zodat zij perioden van armoede, bijvoorbeeld door een mislukte oogst, kunnen overbruggen. Het is niet toegestaan zich te verrijken ten koste van andermans nood. De eigenlijke rijkdom hangt van Gods zegen af. Hier ligt ook de basis voor de latere kritiek van de profeten op rijkdom. De bepaling om geen rente te vragen geldt nog steeds in Joodse kring. In de huidige staat Israël wordt rentevrij uitgeleend op basis van onderpand. Deuteronomium 23, versen 21 en 22. Wanneer u de Heere uw God, een gelofte gedaan hebt, mag u niet aarzelen die na te komen, want de Heer, uw God, zal dat zeker van u eisen, en dan zou er zonde in u zijn. Maar als u ervan afziet een gelofte te doen, is er geen zonde in u. Een belofte aan de Heer was een vrijwillige handeling. Niemand moest een belofte afleggen. Aan de andere kant was een aan de heren gedane belofte absoluut bindend. Wie het beloofde niet doet of afdraagt, pleegt in feite diefstal en overtreedt het achtste gebod. Deuteronomium 23 versen 24 en 25 Wanneer u in de wijnhard van uw naaste komt, mag u druiven eten naar gartenlust, tot verzadiging toe, maar u mag niets in uw tas doen. Wanneer u in het staande koren van uw naaste komt, mag u met uw hand aren plukken, maar u mag niet de sikkel slaan in het staande koren van uw naaste. Het is alleen geoorloofd de honger te stillen. Wie meer meeneemt, besteelt zijn naaste. Het is opvallend dat de akker of de wijnhaard niet in absolute zin het eigendom is van een landeigenaar. In de westerse wereld zijn in de loop der eeuwen hekken opgericht en verboden uitgevaardigd om dieren te laten grazen of hout te rapen. In Israël is God de absolute eigenaar en daarom zijn de economische bepalingen rechtvaardig en barmhartig. De grote tegenstellingen tussen rijken en armen worden tegengegaan. In Deuteronomium 24 staan opnieuw allerlei wetten waarin de ethiek van het volk van God naar voren komt. Daar zijn het vooral wetten over het achtste en negende gebod, al zijn de grenzen vloeiend. Deuteronomium 24 versen 1 tot en met 4 Wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is. en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt in zijn ogen. omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. en hij haar een echtscheidingsbrief schrijft. die in haar hand geeft. en haar uit zijn huis wegstuurt. en als zij dan uit zijn huis vertrekt. weggaat en de vrouw van een andere man wordt. en die laatste man ook een afkeer van haar krijgt. haar een echtscheidingsbrief schrijft. die in haar hand geeft. en haar uit zijn huis wegstuurt. Of als die laatste man, die haar voor zichzelf tot vrouw genomen heeft, sterft, dan mag haar eerste man, die haar heeft weggestuurd, haar niet terugnemen om hem tot vrouw te zijn, nu zij onrein geworden is. Want dat is voor het aangezicht van de Heere een gruwel. U mag geen zonde brengen over het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft. Waarom liet de Heere echtscheiding toe? De Heere Jezus geeft in Matthäus 19 het antwoord omdat het hart van mensen van steen is. Daarom heeft Mozes dat toegestaan. Maar het is niet Gods oorspronkelijke plan. In de bespreking van 1 Korinthe 7 zullen we er dieper op ingaan. Deuteronomium 24, vers 5. Wanneer een man pas een vrouw genomen heeft, mag hij niet met het leger uittrekken. En mag men hem geen enkele verplichting opleggen. Een jaar lang zal hij vrij zijn ten behoeve van zijn huis zodat hij zijn vrouw, die hij genomen heeft, kan verblijden. De bedoeling van de vrijstelling is om te voorkomen dat de vrouw spoedig weduwe wordt, omdat haar man in de strijd kan omkomen. In de bepalingen ter uitwerking van het achtste gebod wordt in de versen 6 tot en met 22 eerst diefstal van eigendom behandeld, dan diefstal van leven in de vorm van aantasting van waardigheid, en tenslotte diefstal van persoon. Daarna volgen een aantal onderwerpen die te maken hebben met het negende gebod. Het rechtvaardig met elkaar omgaan en het benadelen van de naaste door een vals getuigenis af te leggen. Dan verhoudingen tussen werkgevers en werknemers, een eerlijke beloning, persoonlijke aansprakelijkheid in de rechtspraak en de grondrechten van de kwetsbaren in de samenleving. Net als in Deuteronomium 15 staat Deuteronomium 24 vol met praktische aspecten van het verbond. Deuteronomium 24, vers 22. U moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. Daarom gebied ik u dit te doen. Israël wordt opgeroepen barmhartig te zijn, omdat de Heer barmhartig is. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Ann Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.